voel me echt die jetlag van Amerika terugvliegen. Daardoor ben ik echt helemaal uit mijn ritme. Ik voel me nu echt super brak. Ik ben wel benieuwd wat ik hier aan kan doen. Ik heb het al eerder gedaan, maar daar was ik niet helemaal tevreden over. Want ik wil wel heel graag gewoon de mimiek in mijn gezicht houden. Ik wil niet dat ik gewoon helemaal niks meer kan met mijn hoofd. Dat vind ik echt heel vervelend. Ik ga naar deze kliniek. En dan zal ik even wat advies gaan krijgen. Dus ik ga jullie meenemen. Ik vind het feit dat botox gebruiken of andere plastische chirurgie, als iemand dat nou gewoon echt graag wil doen, het moet niet meer zo'n ontzettende taboe zijn om daarover te praten. Vrouwen hebben het gewoon heel graag een rimpeltje minder. En zo niet, dan niet. Dan ben je gewoon lekker happy met hoe je bent. En natuurlijk kan ik wel iedereen adviseren om echt bij een goede arts te gaan. Zodat jij wel voor jezelf beschermd wordt. Geen rare dingen fratsen gaat uithalen waarbij je doorslaat. En daardoor ben ik ook niet echt voor om continu naar een andere arts te gaan. Ik ben nu dus na wat uitzoekwerk bij deze terechtgekomen via Sietske. De blog en reviews van Sietske kun je ook nalezen op ietsmooier.nl. Ik word behandeld door Wouter van der Pont. Als eerste wordt natuurlijk uitvoerig met mij besproken welke behandeling ik precies wil. Ik vertel hem dat ik botox wil en wat we vorige keer heeft tegengestaan om vaker botox te gaan gebruiken. Hij legt mij uit op welke plekken het voor mij verstandig is om wel botox nog te gebruiken, zonder dat ik dus die vermoeide uitstraling krijg waarbij mijn wenkbrauwen haast niet meer omhoog gaan. Hij maakt even goede voorafoto's, zodat ik ook duidelijk kan zien straks wat het verschil is. Uiteindelijk krijg ik dus botox op mijn frons, zone, een klein beetje bij de wenkbrauwen, maar niet het gehele voorhoofd, zodat ik niet een vermoeide uitdrukking krijg. En een beetje bij de kraaienpootjes. En dat heb ik nog nooit eerder gehad, dus ik ben heel erg benieuwd naar. Oh ja, hij heeft nog een heel klein beetje over en dat doet hij nog even bij mijn neus. Maar we hebben nieuwe naaldjes. Het zijn de allerleukste naaldjes. De Invisible Needle. Zit geen naald op? Nee. Ik ga hem dus ook niet voelen. Die huid hier is heel erg dun. Mm. Om die huid zitten al bloedvaatjes. Dus hier krijg je nooit blauwe plekken. Hier kan je een klein blauw plekje krijgen. Oké. Heb je vanavond een galadine? Nee hoor. Ik is heel boos kijken voor me. Je ziet dus hier die deukjes van waar de spier aan hecht aan de huid. Mm. Dus daar begint de spier. Ontspan maar weer hoor. Pijnlijk? Nee. Ja, dan spannen we weer hoor. Ik ben weer thuis, terug van Haarlem en nergens last van. Zoals het hoort bij botox zie je ook nog niks. Dus het is nog even afwachten. En de rest van het filmpje zal ik dan ook over een paar weken maken, zodat jullie het verschil kunnen gaan zien. Dus tot de volgende keer. Zo, daar ben ik dan precies een week later. Het kan ook wel 2 weken duren voordat het echt op het beste resultaat is, maar volgens mij is dit keer na een week toch best wel ingeslagen. Ja, waar ik het meest blij mee ben is mijn kraaipootjes. Kijk maar, ik ga even lachen. Ze zijn er nog wel, maar ze zijn echt een stuk minder. Boos kijken vind ik ook een stuk minder. En als ik nu verbaasd ben, dan zie je dus dat me niet mijn hele voorhoofd meer in de rimpels schiet. Maar eigenlijk mijn wenkbrauw nog wel wat omhoog kan. Dus ik heb niet dat hele slaperige wat ik dus de vorige keer had. Waardoor ik dus eigenlijk nooit meer
echt botox durfde te doen. Maar ik vind toch altijd, botox blijft wel zichtbaar. Ik zie wel, omdat ik weet wat voor trekjes je krijgt met je wenkbrauwen en vooral rondom het voorhoofd, denk ik wel dat ik vaak zie bij vrouwen of ze botox gebruiken. Maar dat maakt natuurlijk niks uit. Het gaat erom dat jij je er prettiger bij voelt. En als jij dat zo voelt en jij daar gelukkiger van wordt, dan is dat het allerbelangrijkste. En daar ben ik heel erg blij mee. Natuurlijk, als jullie er vragen over hebben, even hier beneden gewoon stellen. En misschien kan ik het dan in een andere video nog verder toelichten of uitleggen. Ook de stap die je neemt om op een gesprek te gaan. Kijk echt even of het een goede arts is. Zoek het even op via de website. Via deze website kun je ook echt een goed beeld krijgen van alle cijfers, van alle klinieken. En dit is dus de kliniek waar ik geweest ben.